Elektrische kabels worden al jaar en dag gemaakt van koper. Dit vanwege de efficiënte elektrische geleiding. Maar koper kent een aantal nadelen. Het is bijzonder zwaar van gewicht en waardevol, wat het een interessant doelwit maakt voor koperdieven. Er bestaan tegenwoordig duurzamere alternatieven, namelijk kabels van aluminium. Welke ontwikkelingen er de laatste jaren zijn geweest binnen de elektrische branche, bespreken we met Daniel Kreuk van ET Electric in Gameren. Iedereen die zich bezighoudt met tijdelijke installaties is zich er steeds meer van bewust dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbotechnische zaken steeds actueler worden. De industrie verandert continu. Zoals vroeger een gloeilamp heel normaal, en nu zien we dat LED-lampen de gloeilampen hebben overgenomen. Er is een kabel ontwikkeld, genaamd Biflex. Biflex is een PUR-kabel. Een PUR-kabel die uitermate geschikt is voor evenementen, aggregaten, op scheepswerven, als walvoedingskabel en voor op de bouw. De kabel is een arbo-verantwoorde kabel. De kabel heeft een gewichtsreductie van 65% ten opzichte van een koperen kabel. Hierdoor is het arbo-verantwoord om de kabel op te tillen en te verplaatsen op bouwplaatsen. Dankzij de 90 graden aderisolatie kan de kabel 1 op 1 worden vervangen met een koperen kabel tot wel 125 meter. PUR is een van de sterkste materialen voor een mantel van een kabel. Dit maakt de kabel extreem sterk, slagvast, snijvast en kerfvast. Daarnaast is het mogelijk om de kabel in een aparte kleur te krijgen of met een naam erop te krijgen om de kabel te personaliseren. Dit geeft als voordeel dat hij op een bouwplaats goed herkend wordt door koperdieven, omdat je op een kabel kan zetten dat hij bijvoorbeeld van aluminium is. Het lage gewicht van de kabel zorgt voor CO2-reductie tijdens het transport. Aluminium heeft een lager smeltpunt dan koper, waardoor minder energie vrijkomt bij de verwerking hiervan. Daarnaast wordt aluminium bovengronds gewonnen, waar koper diep onder de grond gedolven moet worden. Dit alles zorgt ervoor dat er nu ook met verlengkabels veilig gewerkt kan worden. Wat ook zorgt voor veilig werken is de juiste verlichting toepassen. We hebben verlichting nodig om veilig te kunnen werken, veilig te kunnen lopen. Voor alle doeleinden hebben we verlichting nodig. LED is beter omdat het heel veel bespaart in stroomkosten. Een voorbeeld, de 1000 watt halogeen. En de 30 watt LED, die kun je vergelijken met elkaar. Dat is een verschil van 970 watt. Dus ik hoef je niet te vertellen wat je bespaart als je heel veel projecten hebt met deze verlichting. Lokaal geproduceerde producten, daar kan je sneller over beschikken. Met reparaties en dergelijke zijn de onderdelen veel makkelijker te verkrijgen. En voor de werkgelegenheid in Nederland is het natuurlijk uitstekend, want alles wordt hier lokaal geproduceerd. Dus voor de werkgelegenheid in Nederland is het vele malen beter om de spullen hier te laten produceren als elders.